yeah, 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 yeah. Brassy girls everywhere. Titty ass hands in the air. So party over here. Yo guys, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video hier op mijn kanaal. Ik ben Stino en vandaag gaan we iets doen wat jullie waarschijnlijk al hebben gezien op mijn Twitter. Want, en ook mijn Instagram trouwens, als jullie me niet volgen, volg me even. Ik begin meteen daar mijn intro mee. Ik ben echt fucking goed. Ik ben echt een hele goede YouTuber. Nee, vandaag ga ik een soort of review, kun je het wel een beetje noemen. Het is praktisch is het bijna hetzelfde, het product, maar ook weer niet, zeg maar. Want, zoals ik al zei, jullie hebben waarschijnlijk wel kunnen zien langskomen op Twitter, op Instagram, als je me volgt. Ik ga gewoon mijn nieuwe controller reviewen, slash laten zien. Dus voor de mensen die het al hebben gezien, jullie krijgen hem gewoon nog een keer te zien. Dit is hem! Jongens, ik ben echt super blij met deze controller. Deze controller is van Shockwave controllers. Shockwave maakt... eigenlijk gewoon custom controllers voor je. Je kunt je eigen draai aan je controller geven. En dat kun je gewoon met hen bespreken. En dan kun je ook nog eens kiezen voor pedals. Of voor knopjes. Want je kunt er natuurlijk ook knopjes neerzetten. Of erop laten zetten. Ik heb gekozen voor de pedals. Puur alleen omdat ik eventjes wat anders wou. De knopjes vond ik een beetje... Van mijn vorige controller vond ik een beetje klein worden. Zeg maar niet heel erg fijn meer. En de knopjes die klikten niet meer op een gegeven moment goed. Dus ik heb voor pedals gekozen dit keer. Ik heb hier nog de sticker op van Misha. Dus die heb ik gewoon nog kunnen erop kunnen zeg maar plakken. Er staat nog steeds Sandy Day HD op. En nou is het gewoon een volledige Sandy Day controller waar ik ook echt heel erg blij mee ben. Want zoals je kunt zien, het is een zwart-rode gradient zoals je dat noemt. Met als je ook nog heel goed kijkt, rode verspetters erop. En de buttons zijn zeg maar rood en de pokes zijn zeg maar zwart. Dus dan kun je dat heel erg mooi zeg maar afstemmen. Dus rood... Rood, of rood op zwart, zwart op rood. Hier zie je ook nog de PlayStation button, is ook nog helemaal rood. En hier zie je natuurlijk ook nog mijn logo eronder. Dus ik ben daar heel erg blij mee, echt heel erg blij mee. Ik heb er al natuurlijk een paar potjes mee gespeeld. Maar ik ga vandaag nog eventjes mee spelen met deze controller. Ik ben trouwens ook nog heel blij, want ik pak heel eventjes mijn andere controller erbij. Dat is lekker slim dat ik dat niet in het begin van de video heb gedaan. Want ik ben ook weer zo goed voorbereid. Not. Want het is ook alweer 9:15 en ik ben nog steeds... Kwart over negen, 9:50. Maar ja, even buiten dat. Dit is mijn oude controller, dit is mijn nieuwe controller. Oh shit, jullie gaan een beeldje zien. Maakt niet uit, ik druk op alles hier. Oude controller, nieuwe controller. Nou, je kunt zien, deze is gewoon... Ja, vergeleken met deze controller is deze gewoon poep, ziet het eruit. Waar ik ook nog heel erg blij mee ben, is dat het ook gewoon nog bij Xbox One sticks is gebleven. Maar zoals jullie ook kunnen zien, is mijn pookje hier, heeft het op een gegeven moment begeven. Puur alleen door, door het verslijten, zeg maar. Dus ik ben heel erg blij dat ik gewoon weer lekker mijn duim erop kan leggen. En dat het ook gewoon nog steeds Xbox pookjes zijn. En ja, super chill. Deze controller heb ik dus laten maken bij Shockwave. Check hem natuurlijk eventjes in de beschrijving. Ik heb een link naar zijn Twitter en Instagram. En als jij een controller wilt, kun je het natuurlijk met hem bespreken. Volg hem even en stuur me een berichtje van... Hey Shockwave wil ik zeggen. Ik vergis me elke keer. Hey Shockwave, ik wil graag gerust controller. En dat kan. Dus dan moet je hem even contacteren op Twitter en Instagram. Link staat in de beschrijving. En vandaag wil ik trouwens ook nog even een lekker team deathmatch potje spelen. Om gewoon te laten zien hoe chill deze controller eigenlijk speelt met pedals. Dus je ziet het ook, we spelen meteen een playing game. Ik ga even kijken of deze playing game op zijn einde is. Zo wel, dan ga ik knippen. Zo niet, dan gaan we door. Dus ja, jullie zien het. Of het een playing game is. Ja, ik weet het anders niet. En als het een playing game is op zijn einde, dan knip ik nu. Oké, jongens, we zijn een ander potje dus gejoined. We zitten op de map Rift. Of we spelen op de map Rift, want we zitten er niet op. We spelen erop. En ja, we staan voor. We staan dik voor. Het is een playing game, though. Maar het is gewoon eventjes... Woo! Om te laten zien hoe goed deze controller nou eigenlijk in zijn werk gaat. Het gaat natuurlijk ook om de gebruiker die hem gebruikt. Maar deze controller geeft me om een of andere reden kracht, zoals je het kunt noemen. Ik speel super chill met deze controller. En dat bewijs ik maar weer. Het gaat uiteindelijk... Daarom zeg ik ook, het gaat uiteindelijk ook om de speler die hem bestuurt. Maar ik moet je zeggen, die pedals zijn super chill. Dus ja, super, super relaxed. Ik denk dat ze een beetje geleerd zijn of dat ze aan het campen zijn. Eén van de twee. Twee. Zo, hallo. Ik voice crack de moe. Oké, nou zijn ze weer aan de andere kant. Wat is dit, man? Oh. Zo, Santino. Je aim is on point. Dat moet ik wel zeggen. Dankjewel, jongens. Super tof. Super awesome. Zit aan deze kant, man.
Rit is wel een chille map hoor, om te spelen in ieder geval. Of in principe is het, ja, chillen, redelijk chille map. Ik speel er wel lekker op. Ik heb hier mijn eerste potje volgens mij echt super ziek op gespeeld. En we hebben meteen onze lijnstrijk achter mee. Nou, lekker begin voor een nieuwe pittige controle hoor. Ik ben er echt zo blij mee. Ik heb al, zoals ik al zei in het begin, meerdere potjes al gespeeld. Oh mijn god, ik ben daar geowned. Meerdere potjes erop gespeeld, of meegespeeld. En dat is natuurlijk super, super awesome. Eventjes. Ik moest wel even wennen weer. Hij was eerst even nog een beetje stijfjes, weet je wel. Zoals elke nieuwe controle eigenlijk wel zo'n beetje is. Maar je moet hem gewoon inspelen. Dat is het. En als je hem inspeelt, dan ga je gewoon zo lekker. Kan ook zijn dat ik gewoon nu even lekker speel hoor. Oh, jammer. Ik wou hem turnen, man. Ik zat even iets te veel naar links toe. We gebruiken de mensen UAV van ons team of niet? Dat zou wel echt pittig relaxed zijn. Want ik gebruik een keertje geen UAV en shit. Ik weet niet of dat trouwens handig is op het Dynamispotje, maar ik zie het wel. Hey, opboppen jij, vriend. Hoppa. Die pijltjes gaan volgens mij ook... Oh mijn god. Oh mijn god. Teammate! Teammate, je staat achter hem! Of was dat geen teammate? Dat zou zomaar kunnen zijn dat het geen teammate was, hoor. Ik speel heel raar. Oké, even weer schouders naar beneden. Nee, maar die pedals... Jongens, zo'n controller... Gaat heel erg handig worden, dat zeg ik alvast, op Modern Warfare. Want Modern Warfare Remastered komt natuurlijk ook aan. En daar is natuurlijk een jumper nu niet overpowered. Tenminste, jawel, jump is wel overpowered, maar trustjumper niet. Want dan kun je niet trustjumpen. Maar wat overpowered is zeg maar het scuffjumpen en het dropshotten. En met deze controller kun je dat gewoon heel erg makkelijk. Dat zeg ik je gewoon. Natuurlijk de pedaltjes, wow! De pedaltjes om te scuffjumpen, zoals je dat noemt. Heel veel mensen noemen het kikkeren, ik noem het scuffjump eerlijk gezegd. Stomme naam. Maar dat is natuurlijk wel heel erg handig. En oh mijn god. Je kunt natuurlijk volgens mij ook kiezen om PS4 knopjes op te doen. Maar als je dat gewend. En natuurlijk het dropshot komt ook terug. Niet vergeten. Dus dan is het ook wel handig als je een heerlijke controller hebt waarmee je dat kan doen. Hij is doodgevallen. GG maat. Zo hé. Ik zou niet op deze map dood kan vallen eerlijk gezegd. Oh. Ja. Flikkertje. Oh. 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 Kinetic armor. Ho. Oh. Zit er nog één? Ho. Oh. Die is weg. Ho. Ho, ho, ho. Het is nog een kerstmis. Ho. What the fuck? Ik hit hem ook geen één keer. Ik krijg zweetduim of zo. Mijn grip is in één keer weg. Oh. Heerlijke recoil. Heerlijke recoil, VNP. Ik speel wel weer super chill met de VNP. Misschien jullie het hebben gemerkt. Nou, kom. Zo, hé. Hey. Wat een heerlijke aim, Stino. Dankjewel. Waar de fuck zijn ze? Oh, niet doen. Oh, maar lekker hoor. Dankjewel, teammate. Ik had 2 kogels nodig om hem te killen. Dankjewel. Eindelijk teammates die me helpen. Super, super awesome. Super chill. En ik beloof het, jongens. Ik zal niet met deze controle smijten. Beloofd. Zit hier nog? Yep. Zitten er 2. Hoe campy kun je spelen? Zo dus. Volgende keer zet ik gewoon mijn UAV counter UAV weer aan hoor. Ik merk dat ik in 10 damage niet hoger dan de leidingstrijd kan halen. Jij was zo fucking weak. Holy nete. En pas op het laatste haal ik pas echt mijn streaks. Let maar op. Straks haal ik ook nog mijn sentry. Die hoorde ik. Ja, zie je. Dan heb ik mijn sentry. Dan zal ik straks ook mijn Severus zeker halen. En mijn Severus. Dat zei ik toch aan het eind van het fucking potje. Zet neer. Dankjewel. Jou zetten we zo hier neer. Hij schiet hem sowieso meteen in één keer kapot hoor, daar niet van, maar... Yolo, en die zetten we daar neer en de Zebras laten lekker rondrijden. Ik zie wel wat kills hij maakt. Ik ga niet er zelf in rondrijden, want ik wil eigenlijk killen. Tenminste, ik kill ook wel in de Zebras, maar je begrijpt wat ik bedoel. Lekker hoor! Ik speel lekker! Dit is een lekker team deathmatch potje. Zet ik je met lekker bezig, maat. Ik zet je wel even iets meer in het midden. Dan maak ik tenminste volgens mij wel kills. Je krijgt wel hitmarkers, dus Severus doet ook lekker zijn ding. Zo hé. Die maakt veel kills hoor. Oh lol. Ik heb gewoon een Severus kill. Wat? En dat was het 10 damage potje. 36 op 10. Super relaxed. Voor een playing game die we zijn gejoined. Ook al was het 14 punten. Dus ik had wel misschien meer kills kunnen maken. Maar dat maakt niet uit. 36 op 10 voor het 10 damage potje vind ik voor mij redelijk goed. Al helemaal voor een nieuwe controller. Dus ik ben er echt super blij mee. Natuurlijk kan ik niet zeggen van hey, door deze controller krijg je superpowers. Want uiteindelijk is het wel de gebruiker die ermee speelt en het goed gebruikt en er goed mee speelt. Maar het geeft je wel een advantage. Het zijn super mooie controles, super mooi. En voor de prijs die je ervoor betaalt, krijg je ook echt een mooi product zoals je kunt zien. Want ik ben echt super gassed about this controller.
Dus als je het leuk hebt gevonden, laat natuurlijk een blauw duimpje achter. Als we de 800 duimpjes omhoog kunnen halen, zou ik dat echt super tof vinden. Daar zou je me echt enorm mee kunnen helpen. Ben je nieuw op mijn kanaal? Check natuurlijk mijn kanaal even mee van deze video's. Abonneer natuurlijk op mijn kanaal. Check natuurlijk ook Shockwave uit op Twitter en Instagram. Links staan in de beschrijving. En laat even in de reacties weten wat jij nou vindt van mijn controller. En of je er ook eentje gaat bestellen bij Shockwave. Zo ja, super tof. En je gaat er echt heel veel profijt van krijgen. Dus ik zeg tot de volgende keer. En tot zo. Of tot bij een nieuwe volgende video. Later jongens.